Bibliotheek Idea in Beeldhoven gaat vanaf januari 2016 op de donderdagen dicht. Sinds de verhuizing naar het lichtruim moet er noodgedongen meer geld aan huisvesting worden betaald en kan er minder geld aan personeelskosten worden uitgegeven. Door op donderdag te sluiten kan de bibliotheek haar belangrijke functie behouden om de leesvaardigheid voor kinderen en jongeren te vergroten, leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen en jongeren te organiseren en leesbevorderingsprogramma's voor het onderwijs te verzorgen. De bibliotheek kiest voor de donderdag omdat op deze dag van de week de minste bezoekers komen. Het inleveren van boeken is echter wel mogelijk. Dit kan via de inleverbus aan de voorkant van het lichtruim.